Jeroen, waar zijn jullie op dit moment in Amersfoort mee bezig? Met welke thema's? Nou, wij zijn op dit ogenblik in Amersfoort bezig met een aantal diverse thema's. We zijn met name bezig met het in beeld brengen nog van de casus en alle vraagstukken die daar rondomheen zitten. Het is best lastig om alle corporaties, gemeenten en overige betrokken partijen op één lijn te krijgen. Een goed scherp te krijgen van wat is nou onze vraag en uiteindelijk hoe kunnen we onze vraag en onze wensen het beste bereiken. De thema's die in Utrecht in mijn beeld vooral nu aan de orde zijn, zijn het warmtenet wat we in Utrecht beschikbaar hebben. Hoe kunnen we dat wel of niet slim inzetten? Of is het juist een ballast dat we er last van hebben? Financieel of ook in verhoudingen met partijen. Dat is ingewikkeld, maar zijn we wel hard mee aan het werk met de betrokkenen en hoogspringers. En het andere thema, dat is misschien geen thema waar we mee bezig zijn, is hoe vinden we echt goede prototyping woningen. We hebben een mazzel dat één corporatie nu een belangrijke stap heeft gezet. Die is ook aanhaker geworden bij stroomversnelling. Dus in die zin gaat het goed. Maar om dat tempo, om die te kunnen vinden en op twee plekken te kunnen vinden, en dat we ook kunnen opschalen, dat het echt prototyping is, dat vind ik nog wel ingewikkeld. Om die woningen op tijd, op een goede manier vrij te krijgen en de goede woningen. Dat zijn wat mij betreft twee belangrijkste thema's. Op dit moment zijn wij in Tilburg bezig, vooral met selectie van prototypes. We hebben net met de drie corporaties een Green Deal gesloten. Waarin wij de corporaties financieel ondersteunen bij juist de prototyping fase. Bovendien zijn we op dit moment ook een plan van aanpak aan het maken voor de wat verdere doorkijk. Van hoe gaan we met ons bezit om? Welke woningen zijn het waard om nog 50 jaar met plezier te verhuren? En hoe kunnen we daar energie-nul woningen van maken? Bovendien speelt bij ons ook nog wel bezwaar het warmtenet verhaal. Hoe kunnen wij straks in de toekomst warmtenet inpassen in de nul op de meter woningen?